En leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Hi. Oh, hier klik aan de set een nieuwe video. Wat? Nou, ik wil jullie heel graag gaan vertellen, samen met Sven, wij gaan jullie vertellen waarom wij een tijdje offline zijn. Dat komt omdat wij op vakantie gaan. Nee. Jawel! Fridrer Paviri til Norge. Ja, wij gaan op vakantie naar Noorwegen. En daar gaan wij roadtrippen. Superleuk. Heel vet. Ja, heel gaaf. En dat gaan wij vloggen. Dat is dus de reden dat we een tijdje offline zijn. Want als wij op vakantie zijn, dan komen er even geen video's online. Maar twee dingen zijn heel belangrijk. En eentje heb jij bedacht. Ik ga de eerste wel vertellen. Het is heel belangrijk dat je ons gaat volgen op mijn Instagram. Want voordat er ooit een vlog online komt van Noorwegen en van onze roadtrip, dat duurt wel eventjes. Heb je een pukkel? Dat doet er toch helemaal niet toe? Hoezo niet? Volg ons op Insta. Want in mijn Insta-story en op mijn feed ga ik van alles delen. En dat is dan live. Feed. Mijn feed. Op mijn fiets ga ik alles delen. Nee, we gaan met de auto een roadtrip doen. Luister, we gaan met een tent en we gaan van alles doen. Kijk, we hebben ook zo'n boekje gekocht. Noorwegen, fjorden. We hebben echt een aantal plekken die we willen gaan zien. Hebben we al opgeschreven. En wij gaan jullie meenemen. We gaan jullie en meenemen op Instagram. En we nemen jullie mee in een video. Ja. En ja, dat is een heel leuk idee. Ja, want er is een dag. Ja, en we weten niet welke. Nee, dat we aankondigen op Instagram. Dat jullie bepalen waar we eigenlijk naartoe gaan. Ja. Dus dat wil zeggen dat we wakker worden. En dan zeggen we, gaan we deze weg of deze weg pakken? Of gaan we naar deze berg of deze berg? Of gaan we naar dit tankstation of dat tankstation? Of wat moeten we eten? Ja. Of moeten we wild kamperen of mogen we naar een camping? Of een hotel? Als jullie ideeën hebben die we in een poll kunnen zetten voor daar, laat het dan alvast even hieronder in de reacties weten. Want dan kunnen we die misschien verwerken die dag. Ja. Dus mochten jullie leuke ideeën hebben, laat het vooral weten. En er komt dus een dag dat jullie onze dag mogen bepalen in Noorwegen. Ja. En ik ga ook vissen daar. Ja. Ja. Oké. Ga ik doen. Ik heb een hengel, stok met touw. Ja, maar ik ga die vis echt niet zomaar opeten. Dat kan ik je wel vertellen. Tenzij de kijkers vertellen, rauw opgebakken. Nee, dat ga ik niet doen. Maar ik ga wel vissen. Ja. Wat ga je doen? Er zit allemaal dingen in te tikken in die Google Translate naar het Noors. Hij praat ook alleen maar Noors. Charlotte ruikt naar een rode ui. Charlotte lokter som en rode luk. Charlotte lokter som rode luk. Ik ruik niet naar een rode ui. Het is wel grappig. Ja, nou, in ieder geval, wij zijn even een tijdje offline, maar die boodschap is al lang al duidelijk. Jij kan hier niet tegen, hè? Jawel. Zo volg ons op Instagram. Volg ons dus op Instagram. Zo volg ons. Ik heb wel het gevoel dat die Noren altijd praten alsof er zeg maar een klein krabbetje in een kleine teen aan het bijten is ofzo. Zo volg ons op Instagram. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Er komt nog één weekendvlog online en daarin word ik 30. Want ik word vrijdag 30, 19 juli. En daarna is het dus eventjes radio stilte op YouTube dan, hè. Twee weekjes. Zo, volg ons op Instagram. Dus volg ons op Instagram. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Doei!